We zijn hier bijeen voor de 36e bijeenkomst van de Tilburg University Society, hier in de mooie groene zaal van Sociëteit de Witte te Den Haag, voor een bijeenkomst over een heel belangrijk onderwerp: de sociale determinanten van gezondheid. We hebben twee eminente sprekers. De eerste spreker is professor Jantien Schruit, hoogleraar aan Tilburg University, maar ook decaan van de Tilburg School for Behavioral and Social Sciences. En die zal de aftrap doen met haar referaat. En na het hoofdgerecht komt de tweede spreker, professor Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en tevens hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En die zal ook voortgaan op dat thema en ook zijn eigen visie geven in zijn co-referaat wat dan volgt. En vervolgens, na deze beide inleidingen, zullen wij de bekende discussie hebben onder Chatham House Rules. Zal op een zeker moment de bijeenkomst besloten worden met hopelijk een aantal duidelijke conclusies. De kern van mijn verhaal gaat over de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage opleiding. En tijdens mijn lezing zal ik ingaan op hoe die verschillen ontstaan. En een belangrijke oorzaak zijn het verschil in gedrag tussen mensen met een hoge opleiding. Dus mensen met een lage opleiding leven vaak ongezonder. Maar ze worden ook blootgesteld aan een ongezondere leefomgeving. Dus dat is de oorzaak van die verschillen. En in mijn lezing ga ik ook in op hoe we als maatschappij iets kunnen doen aan die verschillen. En ik zal hopelijk aan het eind van mijn lezing de mensen hebben overtuigd dat we een integrale aanpak nodig hebben, waarbij wordt samengewerkt tussen overheid, andere partijen als de private industrie, maatschappelijke organisaties. En dat wij dus integraal dat in samenwerking moeten doen. Maar ook dat het heel belangrijk is dat we vooral heel jong beginnen. Dus bij kinderen, kleine kinderen, omdat daar al de grote gezondheidsverschillen ontstaan. Het gaat goed met Nederland op heel veel terreinen, van koopkracht tot de daling van criminaliteit, tot levensverwachting en opleiding. En toch, achter al die positieve cijfers, gaan grote verschillen tussen groepen mensen schuil. En ik ga in mijn bijdrage aan de Kopenhagen Summit in op die verschillen tussen groepen in Nederland. Qua gezondheid, werk en inkomen, sociale netwerken, maar ook cultureel kapitaal zoals de taalvaardigheid of de mate waarin mensen in of uitgesloten en gediscrimineerd worden. Die grote verschillen die leiden eigenlijk tot twee scheidslijnen in onze samenleving. De eerste is die langs opleidingsniveau. En we zien dat er verschillen in levensverwachting, maar ook in kansen op werk en in de type sociale netwerken dat mensen hebben tussen hoog en laag opgeleid fors is en zelfs toeneemt. En dat heeft allerlei consequenties voor niet alleen de welvaart van mensen, maar ook voor het levensgeluk. De tweede belangrijke scheidslijn is die tussen mensen met en zonder een niet-westerse migratieachtergrond. Want we zien dat ook daar op al die terreinen eigenlijk de achterstanden groter zijn geworden. In mijn verhaal vertel ik wat de veranderingen in de verzorgingsstaat, bijvoorbeeld in de zorg en in de sociale zekerheid, nu hebben bijgedragen aan het overbruggen van die groeiende tegenstellingen. Werkt het wel of werkt het niet? En wat zouden we dan moeten doen? En het dilemma dat ik daarbij aan de orde zal stellen, is dat dilemma tussen: gaat het nou alleen over de kwaliteit van de dienstverlening of gaat het over de kwaliteit van onze samenleving? Wat moet de overheid doen om de tegenstellingen te overbruggen en waar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor?